Goedendag allemaal, hartelijk welkom bij WH Self Invest. Mijn naam is Mark Kiewitz en hartelijk welkom bij WH Self Invest voor dit webinar over het thema hoe kun je een eigen beleggingsstrategie bouwen. Uw moderator is vandaag opnieuw Peter de Waere, in de traderwereld beter bekend als de Heikin Ashi-trader. Hij is een Belgische trader met ongeveer 20 jaar ervaring in het daytrading met futures en deviezen. En hij zal u nu tonen hoe gemakkelijk het is een eigen beleggingsstrategie te bouwen en op wat u moet opletten en welke fouten u misschien niet mag doen. En ik hoop dat Peter nu al bij ons is en ik vraag Peter of hij mij horen kan. Hallo Peter, bent je al klaar? Goedemiddag, ja, goedemiddag Mark. Dag iedereen, hallo. Hallo Peter. Oké, Peter, wij zien uw beeldscherm nu al, uw eerste startbeeld, een eigen beleggingsstrategie ontwikkelen. En ja, ik geef het woord naar u en ik zal af en toe nog terugkomen voor als er vragen moeten zijn van de mensen die hier aanwezig zijn. U mag dus altijd vragen ingeven in de chatmodule, daar kunt u vragen aan Peter of aan mij stellen. En ja, dan Peter, hoor ik u straks terug. Oké, dank u wel, Mark. Ja, ook van mijn kant hartelijk welkom hier, dames en heren, in dit interactief seminarie, of ook webinar genoemd. U ziet het vandaag, het thema van vandaag gaat over hoe je een eigen beleggingsstrategie kan ontwikkelen. Voor de mensen die geïnteresseerd zijn aan dit thema, dus de presentatie van vandaag, als u dit wenst, kunnen we u opsturen in een PDF-bestand. Dat doen we dan waarschijnlijk morgen. Dus stuurt u gewoon een mailtje naar WH Self Invest als u deze wens zou hebben om deze presentatie te verkrijgen. Kort iets over mezelf, indien u mij nog niet zou kennen. U heeft het gehoord en Mark heeft het ook al gezegd. Ik kan er niets aan doen, maar ik ben Belg, zo is het nu maar. En het is zelfs erger, ik kom uit West-Vlaanderen. Geboorte in Brugge, ook al een tijdje geleden zoals u ziet. Ik ben niet meer helemaal de jongste, maar ik voel me echt jong. Trouwens, ik zit hier op Cyprus op dit moment en we hebben hier 30 graden Celsius. Ik kan lekker elke dag in de namiddag naar zee gaan als ik daar zin in heb. En dat doe ik dan ook af en toe wel. Maar ik neem me natuurlijk ook de tijd om met trading bezig te zijn. En u ziet het, ik doe dat nu al ondertussen al meer dan 19 jaar. Er zijn ook een aantal boeken verschenen, ook in het Nederlands. Ze zijn niet allemaal vertaald naar het Nederlands. De meeste boeken zijn natuurlijk in het Engels en in het Duits. Maar je krijgt toch een heel aantal van mijn tradingboeken over verschillende onderwerpen rond trading, verkrijgbaar bij Bol.com en ook op Amazon. Als u interesse heeft, kunt u ook even een kijkje nemen op mijn webstack heikinashitrader.net. Ja, dat was de reclame en nu beginnen we eraan. Waar zal het vandaag over gaan? Wel, kijk, ik ga de presentatie indelen in drie delen. Het eerste deel gaat over het doel van een beleggingsstrategie. Want ik denk dat als je begint met een bepaalde strategie op de beurs, heb je daar een doel mee. Daar wil je iets mee. En het is goed om dat vanaf het begin af aan heel duidelijk te bepalen welk dit doel is. En afhankelijk van dat doel ga je natuurlijk een bepaalde strategie of een manier waarop je aan de beurs gaat ageren, ga je kiezen. Een tweede belangrijk aspect van dit soort van business, want trading is een business, is dat je natuurlijk een plan moet hebben. Je moet een beleggingsplan hebben. Je moet een manier vinden hoe je op de beurs wilt gaan beleggen of traden, al naar gelang uw filosofie. En we gaan natuurlijk niet alleen over theorie hebben vanmiddag, maar we gaan natuurlijk ook aan de hand van een aantal voorbeelden, iets oudere voorbeelden, maar ook recente voorbeelden, kijken hoe zo'n beleggings- of tradingstrategie in de praktijk eruit kan zien. Dat zal ongeveer het thema zijn en we beginnen er onmiddellijk mee.
met de doelstelling. Daar had ik het voordien al over. De eerste vraag die je eigenlijk zou moeten kunnen stellen als je begint met beleggen op de beurs, ja, wat wil ik eigenlijk bereiken? Als ik spreek met traders, en dat doe ik toch wel vaak, er zijn nogal wat traders die mij opbellen of een mailtje sturen, en ik stel die eenvoudige vraag, wat wil je eigenlijk? Wat is je doel, wat wil je bereiken? Ja, het eerste wat er gebeurt is vaak stilte aan de andere kant van de lijn. En dan moet je concreet worden, ja, wil je sparen, wil je misschien iets doen voor je pensioen, is het voor je kinderen? Hè? Wil je een beetje meer geld verdienen naast je job, naast je beroep? Of wil je misschien miljonair worden? Ja, er zijn mensen die inderdaad deze ambitie hebben. Hè? Of wat ook niet zonder ambitie is, wil ik leven, dus doorgaans leven van mijn winsten op de beurs. En in hoeveel tijd wil ik dat bereiken? Wil ik dat in een tijdsbestek van 1 jaar, 3 jaar of misschien 5 jaar, al naar gelang, wil ik dat bereiken? Dus dat zijn allemaal vragen die je kan hebben. En daar kan je toch wel even aan toetsen. Vooral als je aan het begin staat. Maar ook als je al een tijdje bezig bent, is het altijd weer goed even te overleggen. Ja, waar ben ik nu eigenlijk mee bezig? Waar gaat het hier over? Natuurlijk vooral dan als het niet goed gaat. Maar ook als het goed gaat, is het zeker geen verkeerd idee. Een heel precieze doelstelling van je beursstrategie, van je beursplan te formuleren voor jezelf. Of je dat nu schriftelijk voor jezelf doet, is zeker een goed idee hoor. Of voor jezelf kunt zeggen, ja, als je die vraag kunt beantwoorden, indien ik je zou stellen, dat is nu gelijk. Maar stel je die vraag. Waarom is dat belangrijk? Omdat je doelstelling ook een integraal bestanddeel is van je beleggingsstrategie. Het is toch vanzelfsprekend dat je een andere beleggingsstrategie moet gaan hanteren als je iets wilt, ja, bijverdienen op pensioenleeftijd. Stel je voor, je bent op pensioen en je hebt wat tijd en je hebt de zin om iets te doen aan de beurs. Je hebt wat geld. En je zegt, nou ja, het zou leuk zijn om een paar honderd euro per maand bij te verdienen. Ja, dat is prima hoor. Maar als je miljonair wilt worden, dan moet je helemaal anders gaan beginnen. Hè? Dus vandaar, die beleggingsstrategie is natuurlijk afhankelijk, zeer afhankelijk van je doel. Hè? Dus zonder een precies doel is er geen mogelijkheid om je succes die je wil hebben, ook te meten. Het behoeft een meetbaar resultaat te hebben om echt te weten waar je mee bezig bent. Tenminste, dat is mijn opvatting. Oké. En om dat te kunnen, om ook te weten waartoe we in staat zijn, en we zijn allemaal verschillend. We komen allemaal uit een... Iedereen heeft een ander verleden, iedereen heeft verschillende capaciteiten en iedereen heeft ook verschillende ressourcen of hulpbronnen die hem ter beschikking staan. Ik geef u een voorbeeld, dames en heren. Een paar weken geleden werd ik gecontacteerd door een man, het is niet in Nederland en in België. Die man is piloot van beroep. Wel, ik kan u zeggen dat dit op dit moment geen goed beroep is. Alhoewel die man heel goed opgeleid is. Het is een heel degelijk, ik ga ervan uit dat hij een heel degelijk piloot is. Hij is piloot trouwens bij een van de grootste luchtvaartmaatschappijen in Europa. Dat zegt al iets, het is niet een van die kleintjes. Dus die man is echt een capaciteit. Ja, die man zit sinds maart van dit jaar thuis. Is geen enkele keer gevlogen. Ja. En er zijn niet weinig mensen in deze situatie op dit ogenblik. En dat heeft natuurlijk met de actuele gezondheidscrisis te maken. En die man zei me heel duidelijk, kijk, ik moet iets ondernemen, ik moet iets doen. Ik krijg wel werkloosheidsuitkering en ik heb wel wat gespaard. Maar ik heb een familie, ik heb een huis gebouwd enzovoort enzovoort. Dus die man heeft dus duidelijk een vraag. Hè? En dus ook een bepaalde doelstelling. En zijn doelstelling is bijvoorbeeld, hij wil
hij zoekt middelen om door beurshandel van beurshandel te kunnen leven. Dat is een heel ambitieus doel. Ik zeg niet dat dat onmogelijk is, maar het is heel geambitioneerd. Waarom denk ik dat die man daartoe in staat is? Wel, ik denk dat alleen al het feit dat hij die opleiding tot piloot heeft gedaan, dat dat al goed is. Dat is eigenlijk al een goede start. Kijk, als je zo'n Boeing of zo'n Airbus gaat vliegen, ja, dan doe je geen halve dingen. Hè. Dat kan dan, je moet iemand zijn met een hoge verantwoordelijkheidsgevoel om zoiets te gaan doen. Daarom denk ik dat die man qua opleiding wel degelijk een goede kans maakt om ook op de beurs succes te hebben. En dat is wat ik bedoel als ik spreek over hulpbronnen, over ressourcen. Dus de vraag die je jezelf moet stellen is, ja, welke ressourcen heb ik zelf? Een andere ressource of een andere hulpbron is bijvoorbeeld tijd. Wel, die piloot heeft nu op dit moment tijd. Hij heeft een beetje geld, maar hij heeft vooral tijd. Tijd is natuurlijk ook een belangrijke ressource. Stel dat u nog in hoofdberoep bent en u bent dus van 's morgens tot 's avonds op kantoor of ergens, u bent onderweg. Ja, dan is uw ressource tijd natuurlijk beperkt. Het is vooral dan beperkt tot 's avonds, na het werk. Een andere ressource is natuurlijk het beleggingskapitaal. Het is natuurlijk een verschil of u 5000 euro ter beschikking heeft om te traden of om te beleggen, of 500.000, om maar iets te zeggen. Kennis, ervaring, dat is natuurlijk iets dat je kan opdoen. Je kan boeken lezen, je kan je op het internet informeren, je kan zulke webinars zoals vandaag gaan volgen. Dan kan je natuurlijk wel het een en het ander leren. Maar uiteindelijk moet je het natuurlijk gaan doen en alleen dan krijg je echt ervaring. Dus dat is ook een ressource. Sommige mensen vinden dat je een coach moet gaan zoeken. Dus die piloot heeft dat heeft mij gevraagd. Ik heb er niet zelf over gevraagd. Dus hij zelf is naar me toegekomen en zegt, Peter, wil je me coachen? En na een gesprek hebben we dan gezien, oké, dat past, dat kan. En dan zijn we ook gestart. Maar ik ben zeker niet de juiste coach voor iedereen. Het hangt echt af van je doelstelling, van hetgeen wat je wilt bereiken. En natuurlijk van je strategie. Want als het over een strategie gaat, waar ik zelf niks van af weet, dan kan ik je natuurlijk niet helpen. Een van de belangrijkste ressourcen van onze tijd, en altijd al is geweest, als je iets wilt bereiken in het leven, is natuurlijk de vraag, ja, ben je gezond? Ja. Het is een van de belangrijkste dingen in het leven, om niet te zeggen het belangrijkste. En vooral ook, wat doe ik om gezond te blijven? Dus dat zijn voorbeelden die ik nu geef, hulpbronnen, ressourcen, die toch wel heel belangrijk zijn. En het is misschien niet slecht, vooraleer je begint, om jezelf eens te inventariseren, zo noem ik dat. Klinkt misschien een beetje ouderwets, maar gewoon eens op te schrijven, ja, welke mogelijkheden heb ik eigenlijk. Ja. Misschien heb ik niet veel geld, maar ik heb misschien veel tijd. Of ik heb misschien niet zoveel tijd, maar ik heb veel geld. Ja, of ik heb ervaring, of ik heb minder ervaring. Ik heb bijvoorbeeld misschien iemand in mijn familie die heel veel ervaring heeft op de beurs. Dat zijn allemaal potentiële ressourcen waarover je kan beschikken. En ik denk dat het is belangrijk, om dat eens voor jezelf te formuleren. En vanzelfsprekend, als iemand die een heel geambitioneerd doel heeft, zoals bijvoorbeeld te willen leven van je beurshandel, ja, dat die natuurlijk heel nauwgezet naar zijn ressourcen moet gaan kijken. Die heeft veel ruimere ressourcen nodig als iemand die zegt, ja, ik wil misschien 200-300 euro bijverdienen, ja, een paar duizend euro per jaar. Voor een vakantie bijvoorbeeld, hè, met een paar goede trades maken. Dat is ook goed, hè? Niet iedereen moet miljonair worden. En vandaar, als we dan toch al bezig zijn met ambitie, ja, beleggen is een business, dus traden is een business, iedereen zegt het, maar het is dus wel degelijk waar. Hè? Dus met andere woorden, we hebben dus ook een businessplan nodig, als we ermee willen beginnen. We hebben dus ook een soort van budget, zou je moeten zeggen, we nodig. Hè? De vragen, ja, internetverbinding, een goed handelsplatform, hè? De nanotrader bijvoorbeeld. Hè?
Heb ik tijd en ook geld om seminars of coaching te gaan volgen? Wil ik daarin investeren? Wil ik in mijn kennis investeren? En er spreekt wel iets voor dat als je dus bijvoorbeeld een heel speciale strategie wilt gaan traden, dat het misschien geen slecht idee is om een specialist te gaan halen en die man ook te betalen. Of die vrouw. Hè. Er zijn ook goede vrouwelijke traders, dat mogen we niet vergeten. Trading literatuur, goed, dat is misschien niet zo duur. En dan is het natuurlijk belangrijk dat je dat ook een beetje gaat opvolgen. Wat zijn je inkomsten, je uitgaven? Wat voor een cashflow gaat die business genereren? Dat zijn allemaal belangrijke vragen. Dus probeer je trading of je beleggingsstrategie of je beleggingsplan als het soort van klein bedrijf te runnen. Het is misschien maar een één man of één vrouw bedrijf, maar het is een bedrijf. Het is een bedrijf met inkomsten en uitgaven. En uiteindelijk op het einde van het fiscaal jaar is dan de vraag, ja, is er iets overgebleven? Of hebben we meer verlies gemaakt, meer winst? Was het de moeite waard? Nou, moeten we iets veranderen? Dus dat zou ik toch wel doen. Een thema dat ik hier dus helemaal niet aanspreek, omdat dat eigenlijk een thema voor een eigen webinar zou moeten zijn, is natuurlijk de vraag, ga je dat doen als natuurlijke persoon, onder je eigen naam, of richt je een firma op, dus een eigen bedrijf op? Dat heeft vooral natuurlijk met fiscale aspecten te doen, daar wil ik nu niet op ingaan. Het is alleen al het verschil tussen Nederland en België, maakt al een groot verschil. Maar dat zijn natuurlijk ook vragen die je je best stelt vooraleer je begint te traden. En niet eerst na 1 of 2 jaar. Als dan plots de fiscus komt en zegt, ja, we willen ook een stuk van de koek. Niet leuk hoor. Ik adviseer elke trader een beleggingsdagboek bij te houden. Met andere woorden, dat is een soort van logboek waar je eigenlijk elke trade die je gaat doen bijhoudt, dus een soort van inventarisering van je trades, waardoor je dan natuurlijk ook tot een soort van statistieken kan komen en vanuit die statistieken een evaluatie kunt maken op regelmatige tijden. En vanuit die cijfers kan je eigenlijk heel veel leren, uit die cijfers. Vaak veel meer leren, ja, u weet het wellicht, we leren meer uit onze fouten dan uit iets anders. Dat is een oude wijsheid. En bij het beleggen en traden is het niet anders. En vandaar adviseer ik u echt uw trades bij te houden. Wat heb ik hier gedaan? Hoeveel trades heb ik gedaan? Waar ben ik ingestapt? Waar ben ik weer uitgestapt? Stel ik bijvoorbeeld vast dat mijn winnaars te klein zijn? Hè? Of mijn verliezers te groot? Of omgekeerd? En is er iets dat ik aan die parameters kan veranderen? Dat is iets dat mensen die bijvoorbeeld bezig zijn met automatische handelssystemen, die kunnen dat heel goed. Die moeten dat ook doen, omdat die systemen baseren op zulke statements en op zulke evaluaties. Het is puur statistiek eigenlijk, alhoewel het geen gecompliceerde statistiek is. En trouwens, de nanotrader maakt het je daar echt gemakkelijk om het, zelfs als een leek, daar ook mee bezig te zijn. Zelfs ik kan het en ik ben echt niet goed in al die dingen. Dus het is wel degelijk mogelijk ook in samenwerking met Wega Zelfinvest en met de nanotrader om daar op een semi- tot professionele manier mee bezig te zijn met die dingen. En ik zou het echt adviseren om het ook op die manier te gaan doen. Beleggen is een business dus. Probeer je beleggingsstrategie, je bezigheid ook als een business te gaan doen en niet als een amateur. Dat is mijn advies. Ja, als we dat allemaal, die voorbereiding, wat behoort, wat ik nu heb verteld, dat behoort eigenlijk tot de voorbereiding. Dus dat zijn vragen die je eigenlijk moet stellen vooraleer je ooit begint te denken over een strategie. Natuurlijk moet je ook een strategie gaan kiezen. Ja. Je gaat niet 100 verschillende strategieën tegelijkertijd traden. Je gaat een keuze maken. Er zijn traders die natuurlijk verschillende strategieën, 2, 3, 4 verschillende strategieën
tegelijkertijd handelen. Dat kan je doen, maar ik denk dat dat iets is voor een meer geavanceerde trader, een trader die al iets meer ervaring heeft. Ik zou zeggen, voor een beginner, begin met één strategie. Als je goed bent in één strategie, dat is al heel wat. En het voorbeeldje dat ik hier vandaag wil presenteren, dat is niet op mijn, hoe zeg je, akker gegroeid hoor. Dit is niets nieuws, maar ik denk dat het een goede beleggingsstrategie is, een goede filosofie. Buy the leaders. Ik zal onmiddellijk uitleggen waar het over gaat. Dames en heren, neemt u dit gewoon als een voorbeeld dat ik hier vandaag toon, waaraan u uw eigen strategie, waar u misschien aan denkt of misschien al mee bezig bent, kunt toetsen. Misschien vindt u wat ik vandaag vertel leuker en heeft u het gevoel, ja, dat is misschien beter. Maar probeert u dit als wijze van een voorbeeld te zien. Hoe ik een nieuwe strategie of een nieuwe business in trading zou beginnen. Ik zou zeggen, als ik opnieuw zou starten, ik zou zeggen, mijn ressourcen liggen zo dat ik misschien niet zoveel tijd heb, of ook niet zoveel tijd wil besteden, niet heel de dag voor mijn PC wil zitten, dan zou ik met aandelen handelen op de Amerikaanse beurs. Ik zou vooral aandelen uit de Nasdaq kiezen en vooral de leaders, dus de hoofdaandelen. Ik zou straks ook zeggen waarom ik dat zou doen. Met andere woorden, mijn filosofie zou zijn, koop gewoon de beste aandelen ter wereld. Dan daar waar op dit moment echt heel veel geld naartoe vloeit en probeer die aandelen goed te traden. Waarom adviseer ik dat? Wel, ik weet dat heel wat traders, dat is in België zo, dat is in Nederland zo, dat is trouwens ook in Duitsland, in Frankrijk, in heel wat landen, ook in Amerika is het geval, heel wat traders beleggen en traden in indexen, indices. Ze zeggen, ja, de AEX in Nederland, of de DAX, of de Dow Jones, of wat weet ik, dat is gemakkelijk, dat kan je goed handelen. Er zijn heel veel goede instrumenten, futures of CFD's, of wat ook, waar je mee kan handelen. Dus ik ga dat doen. Niks tegen hoor, maar het probleem is, een index, wat is dat? Het is niets anders dan een gemiddelde. Het is gewoon het gemiddelde van de markt. Terwijl, als je de beste aandelen koopt, dan koop je de beste. Niet de gemiddelde, de gemiddeld goed of de gemiddeld slecht, maar gewoon de beste aandelen. Met andere woorden, misschien stijgt de Dow Jones op een gemiddelde dag 0,7%, maar het beste aandeel stijgt misschien 4 of 5%. En dat is toch wel een verschil. Hetzelfde geldt voor de Nasdaq. Op een goede dag kan de Nasdaq goed 1,5 tot 2% stijgen, hoor, als het een goede koopdag is. Maar als je in het beste aandeel zit, dan kan dat gemakkelijk wel eens 5 of 6% zijn dat aandeel stijgt. En ik denk dat maakt een heel verschil. En daarom zeg ik, beleg in sterke, zeer liquide Amerikaanse aandelen uit de Nasdaq, omdat hier de beste winsten te halen zijn. En hoe doe je dat? Wel ja, je kan een portefeuille, een soort van schaduwportefeuille bijhouden van misschien enkele tientallen van de beste aandelen in de Nasdaq die je gaat volgen. Die ga je regelmatig opvolgen, je gaat die elke dag bekijken, je bekijkt de grafiek, wat is er gebeurd, is het aandeel gestegen, bevindt zich dit aandeel in een stijgende tendens, ne? Is er een opwaartse beweging of een neerwaartse beweging, bevindt zich dit aandeel in een zijwaartse beweging. Dus die aandelen ga je op de voet volgen. En hoe ga je dat doen? Wel, je zou kunnen zeggen als principe, kijk, ik ga alleen op daggrafieken kijken. Misschien voor heel wat traders ongewoon, want meestal heel wat traders zitten op veel kortere tijdsbestekken, zoals 5 minuten of 15 minuten of uurgrafieken. Scalpers nog of veel kleinere tijdsbestekken natuurlijk. Maar als je natuurlijk grote winsten wilt halen, en daar gaat het hier over bij deze strategie, hoge winsten, heel hoge winsten. Dus ik bedoel dus echt winsten van 5, 10.000, 15.000, 20.000 euro per trade.
Ja, dan moet je op een daggrafiek gaan kijken. Dan moet je gaan voor bewegingen die wekenlang, soms enkele maanden duren, waar je in een aandeel zit. Ja. En dat doen goede aandelen, die stijgen soms zulke periodes. Belangrijk is ook dat je er natuurlijk niet te veel van koopt. Dan hoop je natuurlijk je risico op, want dan begint natuurlijk je portefeuille steeds meer op de markt zelf te vergelijken. Ik wil niet te diep op het thema risicomanagement gaan, maar bijvoorbeeld een van de principes zou kunnen zijn dat je zegt, oké, ik ga niet meer dan 1% van mijn beleggingskapitaal per positie riskeren. Pardon, beschik je over 10.000 euro, dan ga je niet meer dan 100 euro riskeren per positie. Dat is een eenvoudig principe. En natuurlijk worden de positiegroottes, dus het aantal aandelen dat je kan kopen op basis van dit risico, berekend op basis van de afstand van je instapprijs ten aanzien van je stoploss. We gaan straks een voorbeeldje zien om dat helemaal concreet te maken. En natuurlijk, als goede trader probeer je, ik zeg niet dat dit je altijd gaat lukken, probeer je trades te vinden met een hoogst mogelijk risk-reward ratio. Dat is een Engelse term. In het Nederlands zou je zo kunnen zeggen kans-risico-verhouding. Dus de verhouding tussen het risico dat je inneemt en je potentiële kans met die trade. Wel, als je deze strategie gaat nemen om op de beurs te ageren, dan wil ik tenminste een risk-reward ratio van 1 tot 3 hebben. Liever 1 tot 4 of zelfs 1 tot 5. Met andere woorden, riskeer ik 1 dollar in de Nasdaq, dan wil ik tenminste 3 dollars kunnen winnen. Ik zeg niet dat je ze altijd gaat winnen. Maar ik wil ze winnen. Dus ik wil hoge kans-risicoverhoudingen om een hoge slaagkans te hebben dat deze strategie ook profitabel is. Dat is nogal wie dus, denk ik. Ja, dat is heel wat theorie. Misschien vraag ik even, we zijn 4:30, vraag ik even Mark, zijn er ondertussen vragen binnengekomen over dit theoretische deel? We gaan straks beginnen met de praktijk. Ja, de eerste vraag is, zoals altijd, wordt de sessie opgenomen en deze per e-mail verstuurd? Dat mag ik zeggen dat ik, zoals je het ook al gezegd hebt, Peter, morgenavond allemaal aan iedereen een e-mail stuur met de PDF van de presentatie. Ja. Okay. Dus dan hoeft u alleen maar mij een e-mail op te sturen of op mijn e-mail van deze namiddag te antwoorden waar ik de link gestuurd heb met de aanvraag voor de PDF van de presentatie. En er is nog een verdere vraag. Beleggingsdagboek. Kan heel goed in een beleggingsdagboek. Nee, wat bedoel ik? Francesco vraagt: beleggingsdagboek kan heel goed in een in heel goed in Excel. Ja, oké. Okay, ja. Dat is zeker, hè? Dat weten we. Is dat de Excel, vraag? Ja, ik denk het. Dus, het is niet okay, volledig maar vraag, ik... maar. Ja, vanzelfsprekend. Dus Francesco, inderdaad. Dus ik zelf ook gebruik Excel om. Ik denk dat het ook op de nanotrader geen enkel probleem is om dat te downloaden, dus die data. Dus die kan je dus heel goed op in een Excel-tabel gaan bekijken en natuurlijk ook die cijfers evalueren. Dus vandaar, inderdaad, dit is een goed instrument. Er zijn andere hoor, maar ik weet niet of jij, Mark, daar nog iets over wilt zeggen over de evaluatie van trading data. Ja, Excel is denk ik het meest gebruikte programma voor analyse te doen, hè, van strategieën, denk ik ook. Ja. Wij hebben ook nog in het Nanotrader platform een klein tool die noemt daytrading statistiek. Daar kunt u al met de resultaten van uw statistiek, van de tradingstrategie, kunt u al bekijken en u kunt ze dan verder analyseren, ook in Excel. U mag dat dan via copy en paste, of u mag het dan, hoe zegt u, in het geheugen plaatsen, het terug plakken in Excel en dan heeft u alle data's van de analyse van Nanotrader al in Excel. Het is heel eenvoudig, ja. Oké, dank u wel, Mark. Ja, goed gedaan. Ja,
Ja, dat was met betrekking tot het evalueren van mijn trading data. En ik denk dat dat inderdaad ook, als ik daar nog even twee woorden mag over zeggen, een van de belangrijkste instrumenten is die je hebt als trader. Dus je eigen data, die vertellen je echt waar je mee bezig bent. En als je in staat bent, dat is ook geen raketwetenschap, maar als je in staat bent om dat op een verstandige manier te evalueren, dan weet je al heel wat over jezelf en over je eigen strategie. Kan je heel wat, vooral als je toch wel wat data hebt over een, ik zou zeggen, een paar honderd trades. Natuurlijk, als je maar 10 trades hebt gedaan, dan weet je niet zoveel. Maar als je er een paar honderd hebt, dan zijn er toch wel bepaalde patronen die zichtbaar worden. En daar kan je heel veel van leren. Goed. Hoe gaan we in de markt stappen? Heel diep wil ik daar niet op ingaan, daar hebben we de tijd niet voor. Maar een van de mogelijkheden is te zeggen, oké, ik ga het aandeel kopen van zodra het aandeel uit lange, langdurige consolidatieperiodes uitbreekt. Dus breakouts. Hè? Het moment dat een aandeel plots weer begint te stijgen. Maar ja, ik spreek over stijgen, dames en heren, omdat we sinds 10 jaar, sinds meer dan 10 jaar, in een stierenmarkt zitten. En we zitten nog steeds in die stierenmarkt. Misschien gaat het vandaag weer een beetje naar beneden, maar dat wil niks betekenen. Er is wat onzekerheid misschien in de markt. U weet het, corona en de verkiezingen in de Verenigde Staten staan voor de deur. Oké, maar dat betekent nog lang niet dat de stierenmarkt voorbij is. Maar daar spreek ik vooral dus over aandelen die stijgen. Dus over breakouts en uit consolidatieperiodes. En we gaan straks onmiddellijk een paar voorbeelden zien. Dus ik kijk naar een grafiek en ik zoek dus naar zulke voortzettingspatronen. Hè. Dat kunnen vlaggen, wimpels zijn, driehoeken, maar ook gewoon echt zijwaartse patronen. Waar plots na een aantal weken of een aantal maanden plots het aandeel weer begint te stijgen. En dat zie je ook vaak aan het volume van het aandeel. Je ziet plots komt daar beweging en het is heel vaak een goed moment om in te stappen. Natuurlijk moeten we met een stop-loss order werken. We willen natuurlijk ons tradingkapitaal beschermen indien onze inschatting verkeerd is, wat af en toe wel eens gebeurt. Af en toe hebben we ook wel eens een verlies op de beurs. Tenzij dat bij u, dames en heren, thuis anders zou zijn, maar bij mij is dat zo. Dus zitten we goed met onze inschatting en de positie staat een aantal dollars, dus al naar gelang natuurlijk van de prijs van het aandeel, dan is het misschien geen verkeerd idee als je een beetje winst hebt om ook die stop-loss order dichter bij het break-even punt, dus het instapmoment te zetten, gewoon ja, om je positie te beschermen. Winstname kan je door een trailing stop doen of gewoon, vooral als het natuurlijk als je op daggrafieken handelt, dan heb je natuurlijk al de tijd van de wereld te overleggen waar je natuurlijk die stop zet. En als je natuurlijk voor grote bewegingen gaat, moet je die stop natuurlijk niet te dicht bij de actuele markt zetten. Dat doe je natuurlijk bijvoorbeeld op basis van die ATR-indicator. Dus een indicator die dus de volatiliteit van het aandeel meet. Dus stel dat je een aandeel hebt dat een dagelijkse meting heeft van $3-4, ja, dan moet je niet je stop op $2 van de actuele prijs, van de actuele koers zetten. Maar dan weet je dat je met een hoge kans op risico dat je stop eruit wordt gehaald. Dat doe je dus niet. Dus die stop moet verder weg. Oké. Nou, hoe vinden we nu die aandelen? We hebben tools in de NanoTrader en ook goede tools. Ikzelf kijk af en toe eens graag op deze Amerikaanse site hier, die heet finvis.com. Als u deze site nog niet zou kennen, is toch wel een heel goede, ook gratis trouwens. Dus het basis aanbod is gratis. En dit tool zijn bijvoorbeeld, het noemt men een heatmap voor aandelen. U ziet het hier, dat zijn dus de 500 belangrijkste aandelen, dus de 500 aandelen van de S&P 500 index. En u ziet het alleen aan de grootte van de rechthoekjes, het belang van het aandeel. Het is geen toeval dat je natuurlijk hier
de grootste rechthoeken, Microsoft, Apple, APL, MSFT's, Microsoft, Google, ja, heet nu Alphabet, maar goed, FB, Facebook en Amazon, M-A-N-Z-N, dat is Amazon. U ziet het, sinds het begin van dit jaar is Amazon 73% gestegen, dames en heren, ondanks corona. Dus deze aandelen, hier speelt de muziek. Als u wilt weten wat u moet handelen, wel handel dit. Hier vloeit groot institutioneel geld in deze aandelen. Je moet het niet moeilijker maken dan het is. Dus je kan natuurlijk proberen in een van die rode rechthoekjes daar te handelen. En voor mijn part een van die olieaandelen, maar of je daar gelukkig wordt, weet ik niet. Ja. Chevron, wat zie ik, 40% minus. Ja. Maar iets te zeggen, dus, en ook bij de banken ziet het niet zo goed uit. Ja. Bank of America, min 29%. JP Morgan, min 25%. Of je daar long moet gaan, weet ik niet. Koop sterkte. Koop dat wat krachtig is, wat stijgt, waar veel geld in vloeit. En dan is je kans om winst te maken op de beurs veel, veel hoger dan iets te kopen dat goedkoop lijkt, omdat het is gedaald. Dat is een oude wijsheid op de beurs. Koop sterkte en natuurlijk in berenmarkten verkoop zwakte. Daar doen we net het omgekeerde. Dan gaan we dus de zwakke aandelen verkopen, dan gaan we short gaan. Als trader. Maar zolang we in een stierenmarkt zitten, dan gaan we toch long gaan in de beste aandelen ter wereld. Ik zeg niet dat het de beste aandelen zijn, maar je ziet het gewoon nog hier op deze heatmarkt. Die toont gewoon nog waar het over gaat, waar het geld naartoe gaat. Dus als je wil weten welke aandelen je moet traden, dan open je gewoon die heatmap. Je zet hier bijvoorbeeld year to date of month to date, al naar gelang wat je wilt bekijken. En dan zie je onmiddellijk waar de muziek speelt. Dat is heel eenvoudig. Voorbeeldje uit, ja, het is al een jaar oud, maar kijk, dat is wat ik dus bedoel. Hè. Dat is een voorbeeldje van Microsoft. U ziet dus heel duidelijk dat in een periode tussen juli 2019 en einde oktober 2019, dat het aandeel van Microsoft zijwaarts gaat. Het was toen al flink voordien gestegen, maar je ziet dat het aandeel niet echt opwaarts meer gaat. Dus een paar maanden zie je dat, en ongeveer zit die weerstand bij 141,47 op dat moment. Waarom, weet ik niet, maar blijkbaar rond die koers zat er een grote verkoper in de markt, of meerdere grote verkopers, die dus aandeel telkens, als het aandeel naar dat niveau begon te stijgen, onmiddellijk begon te verkopen. Dus dat aandeel kon niet verder stijgen. En plots, eind oktober daar of begin november, zie je dus een openingskoers boven dat niveau. En dan zie je vanaf die dag dat dat aandeel flink hard begint te stijgen. Dus daar waar ik het pijltje heb gezet. En dat is eigenlijk je koopmoment. Dat, je moet kopen als een aandeel begint te stijgen, als het aandeel sterk begint te worden, als er weer geld vloeit in het aandeel en de verkoper is weg. Dat is één voorbeeldje, Microsoft. Apple van dit jaar, dat hebben we allemaal meegemaakt. Dus u ziet hier links, dat was dus begin van het jaar, de eerste weken in februari. En toen begon het aandeel te dalen. En toen kwam die coronacrisis. En toen begon het aandeel flink richting 200 te gaan. Hoewel we al boven de $300 zaten. Maar toch zie je dan, daar waar de pijl staat, dat boven dat patroon, ik heb het als een soort van, ja, je zou kunnen zeggen, een lijn, een dalende lijn. Vanaf het moment dat het aandeel er bovenuit breekt, begon dat aandeel weer te stijgen. Goed, het duurde wel een paar dagen voordat het dan echt begon te stijgen, maar het was echt een goed moment om in te stappen. Natuurlijk was de volatiliteit op dat moment recht groot. Ik herinner me nog, het was geweldig. Hè? Dus je had volatiliteit van 10 tot $15 in het aandeel per dag. Dat is natuurlijk enorm. Maar je ziet hoe in de loop van dan de weken erop, dus na het
het ergste van de coronacrisis, toen de aandelen uit de Nasdaq weer begonnen te stijgen, hoe die volatiliteit dag naar dag weer afnam. Dus dan kon je toch wel je risico gaan berekenen. En je ziet, je had dus eigenlijk een wekenlang tijd om in te stappen. Geen enkel probleem. Hetzelfde aandeel, maar een iets ouder voorbeeld. Dat is eigenlijk hetzelfde principe. Dat is een voorbeeldje uit 2016. Oké, toegegeven, 2016, 2017 waren natuurlijk uitstekende jaren voor Amerikaanse aandelen. Maar je ziet dus het principe, dus je ziet die consolidatieperiode. Je ziet dus eigenlijk een soort van vlaggenpatroon. Hè. Het aandeel was daar augustus, september 2016. Tot midden oktober 2010 goed gestegen, naar ongeveer 115 als ik het juist zie. En toen kwam er een consolidatie, een aantal weken bleek het aandeel te dalen, maar toen brak ook Apple uit dit patroon eruit, daar waar de pijl staat. En dat was weer het kopmoment. En u ziet wat er daaraan, ja, je kon bijna $50 maken met die trade. Hè. Inclusief een gap-up. Een gap-up, daar einde januari. Zat er allemaal in. Dus je ziet daar is het echt het grote geld te verdienen met aandelen. Als je zulke een paar. Als je, kijk, als je elk jaar, als je op die strategie handelt, een paar van zulke trades kan doen, dan heb je een goed jaar. Mag je een paar keer verkeerd zitten. Je kan echt goed geld verdienen met zulke bewegingen. Dat is het idee van deze handelsstrategie. Dit is een recent voorbeeld in het aandeel van Facebook. Ik denk ook niet dat ik dat moet uitleggen, welk bedrijf dit is. U ziet dus heel duidelijk dat Facebook tot ongeveer eind juli van dit jaar moeite had het niveau van $250 te overstijgen. Ook daar was er weer een grote verkoper die dus het aandeel bleef drukken, naar beneden drukken. En toen plots steeg het aandeel boven die 250. Het duurde dan een paar dagen voor alleen echt beweging kwam, daar waar de eerste pijl links staat. Maar ook dat zou dus een goed moment geweest zijn om te kopen. Dus zelfs als je op de eerste dag had gekocht, toen het aandeel boven de blauwe lijn begon te stijgen, had je niet echt een verliezen, want nou, het ging nauwelijks onder die lijn. Je ziet dus die lijn werd echt verdedigd door de kopers. En dan ging het goed, $50, dus van 250 naar 300, dus dat is ook mooi meegenomen. Ja, en sinds einde september kwam de tweede kans. Je ziet daar waar de tweede pijl stond, kwam het aandeel nog eens terug. En ondertussen, oké, dit is een screenshot van gisteren, begint het aandeel weer vanaf dat niveau te stijgen richting 300. Soms krijg je inderdaad een tweede kans, ook met die strategie. En dat is het goede eraan, dat je, omwille van het feit dat je met daggrafieken werkt, dat je ook echt tijd hebt om grafieken te analyseren en ook even na te denken. Na te denken over een trade, is het de moeite waard? Hoe zit het met mijn risico? Waar moet mijn stop staan als ik hier in de markt ga? Dat vind ik het goede aan deze strategie. En je ziet dus heel duidelijk dat ongeveer rond dat niveau van $250 voor dit aandeel, dat niveau werd verdedigd door de buyers, door de kopers. Dat zie je aan alle twee instapmomenten. Amazon is ook een goed voorbeeldje. Ja, hier zie je dus een hele lange, wel ja, toch een aantal maanden duurde die consolidatieperiode daar onderaan links. U ziet het, Amazon handelde daar in een range ongeveer. Ja, je ziet het ongeveer het psychologisch belangrijke level van $1000 per aandeel voor Amazon. Dat was in 2017 inderdaad een level dat eerst moest worden overwonnen. En u ziet inderdaad dat in einde juli er een poging was. Toen steeg inderdaad Amazon boven 1000, maar dat was een false breakout, een valse uitbraak, want een paar dagen later daalde het aandeel weer terug en viel terug in de range en bleef daar ook een aantal maanden verder handelen. Eerst
waar de tweede uitbraak kwam, daar waar de pijl staat, dan was het aandeel vrij. Dus waren de verkopers die dus short gingen of een aandelen verkochten rond $1000, waren klaar met hun werk en dan kon het aandeel verder stijgen. En dat gebeurde dan ook. En ja, kijk, het was goed voor $500 winst in die trade. Dat zijn toch wel fikse winsten die je kan halen met dit soort van kwaliteitsaandelen. Ja, ik denk niet dat ik deze firma moet presenteren. Je kent ook, ieder kent ondertussen. Daar was ongeveer, ja, de weerstand lag iets boven de 200, 204. Dat was in juni. En dat duurde ook een weekje of twee. En u ziet daar waar de groene pijl staat, daar brak Tesla dat weerstandsniveau. En daar moest je eigenlijk onmiddellijk kopen. Dus onmiddellijk, dat was ongeveer, ja, iets boven de 204. Toen het aandeel dan hard begon te stijgen. En dan ging onmiddellijk naar 350. Ja. Dat zijn gigantische winsten die je kan behalen. En als je nog gaat traden met CFD's van in de nanotraden van WHSL Invest, dan kan je hier natuurlijk geweldige rendementen halen. Maar je moet je natuurlijk altijd bewust zijn van je risico. Maar kies gewoon de beste aandelen, de beste markten, waar dus echt het geld naartoe vloeit. En dat is de actuele situatie, tenminste de situatie tot gisteren. Dus de handel van vandaag is er niet in. U ziet dus dat we een iets gelijkaardige situatie hebben. We zitten dus nu met een weerstandsniveau ongeveer iets onder de 462. Daar moet Tesla eerst erover. Ja, het is een dagkoers, slotkoers, dus op het einde van de dag een sluitkoers boven die 461,88. Als we daarboven gaan, dan kan je Tesla weer kopen. Dan is er misschien een kans dat we inderdaad richting 500, 550 gaan met Tesla. U denkt misschien dat is onmogelijk, Peter. Nee, dat is niet onmogelijk. Waarom zou Tesla niet naar 1000 kunnen gaan? Het is allemaal mogelijk op de beurs. We hebben de gekste dingen al gezien dit jaar. We hebben een olieprijs van min 38 gezien. Dus dan kan Tesla ook naar 1000 gaan. Ja, kan allemaal. En trouwens is het is gelijk hoor. Of Trump president blijft of meneer Biden, speelt geen rol. Ja, even kort iets over het stop, over de stop management. Ja, je zou bijvoorbeeld kunnen werken met een initial risk van 2 keer de ATR. Dus 2 keer die average true range. Dus dan ga je kijken naar die indicator. Dus wat is de gemiddelde range van het aandeel per dag? Stel dat het aandeel heen en weer gaat ongeveer $4. Dan zou ik wel kunnen zeggen, oké, ik zet mijn stop iets boven de $8 onder mijn instapprijs. En op basis van dat gegeven ga je natuurlijk je stop management bepalen. Je kan werken met een trading stop. Alhoewel ik liever manueel een stop bijwerk. Dus manueel, je hebt ook tijd. Als je dus met daggrafieken werkt, heb je alle tijd om je trades te bestuderen. En natuurlijk, het stopmanagement bepaalt natuurlijk de exit uit de positie. Vroeg of laat ga je dan natuurlijk hopelijk met winst uit. Ten laatste, met betrekking tot de positiegrootte, wel, laten we even naar dat voorbeeldje Tesla kijken. Ik ga misschien even terug naar het voorbeeldje van voordien hier bij Tesla. Stel dat Tesla hier in een paar dagen of 1 of 2 weken boven dat niveau stijgt. En stel dat je dus bij $465 zou kopen. En je zet je stop bij 430, dus toch wel een goed stuk onder die blauwe lijn. En met andere woorden, je risico per aandeel zou dus in dit geval $35 zijn. Als ik dat als voorbeeld neem, dus je initial risk Tesla $35. Stel dat je een beleggingskapitaal, het is maar een voorbeeld hoor, van €20.000 zou hebben, dan, als je dat dus deelt, 200 door 35, kan je 5 aandelen kopen. 5 aandelen van Tesla.
Het lijkt misschien niet veel, maar ja, maar goed, als het aandeel natuurlijk zo duur is, dan is het toch wel een leuke positie op Tesla. Oké, dames en heren, ik kom aan het einde van mijn presentatie. Ik heb nog één slide waar ik u een boek wil aanbevelen. Het is een boek, als u het nog niet zou kennen, u kent wellicht de titel dus The Market Wizards, hè, de markttovenaars. Dat is Jack Schroeder, die, nou ja, die boeken zijn ook al wat ouder, maar toch nog altijd heel goed leesbaar. Het is een reeks geworden, The Market Wizards Series. En een van die boeken gaat over aandelen, dus van traders die alleen maar aandelen handelen. Onder andere traders die gelijkaardige strategieën handelen, zoals ik u vandaag heb voorgesteld. En als u daar iets dieper wilt op ingaan, of ook even kijken hoe bepaalde traders dat iets anders doen, andere aspecten belichten, dan is het misschien wel interessant om dit boek te kopen. Oké, Mark, zijn er vragen? Ja, nog één vraag, Peter. Ja. Wat is de vraag? Nee, het is geen echte vraag. Het is nog altijd te doen met de Excel-file. Ja. Francesco nu zegt hij dat hij een CSV-file van het platform krijgt en dat kun je dan vertalen in Excel. Ja, je kunt het ja, inderdaad. Excel importeren. En dan nog één commentaar. Amazon is niet ondanks corona gegroeid, maar juist dankzij corona. maar zijn er geen verdere vragen? Als ik daar even mag op ingaan, natuurlijk niet dankzij corona, maar natuurlijk dankzij hun ongelooflijk model. Maar natuurlijk is corona werkt als een soort van, het is olie op het vuur. Hè? Als iedereen thuis zit, ja, wat ga je dan doen? Dan ga je kijken bij Amazon, wat is er allemaal te koop? Nou. Ja, dat is juist. Ik heb nog een vraag. Voor het moment is geen vraag meer, Peter, maar ik heb nog een vraag aan alle deelnemers. Beste deelnemers, we hebben in de volgende 2 à 3 dagen tot eind van deze maand een speciaal aanbod voor iedereen die nog geen klant is bij WH Self-Invest. Als u daarin geïnteresseerd bent, kunt u klikken op ja, dan neem ik contact met u op. Als u niet geïnteresseerd bent, neem ik geen contact met u op. En dan hoeft u hier alleen maar op nee te klikken. Het speciale aanbod is alleen maar voor nieuwe klanten. Dus daar moet ik de focus op leggen. Alleen maar voor nieuwe klanten, niet voor huidige klanten die al een WAS-rekening hebben. En het speciale aanbod is een permanente korting van de WAS-commissie. Zowel bij CFD's als ook bij futures. Dus als u geïnteresseerd bent in een speciaal aanbod van WH Self-Invest met een permanente korting van de WHS-commissies, dan mocht u nu op ja klikken en ik neem dan morgen of op woensdag de laatste met u contact op. Ja, Peter, voor het moment denk ik. Je bent ook klaar, denk ik, met de. Ja, ik ben klaar met de presentatie. Ja. Oké, prima. Ja, dan zeg ik hartelijk bedankt, dames en heren, voor uw deelname. En Peter, ik hoor je terug op 4. Nee, klein ogenblik, waar ben ik? Op 4 november, dat is de woensdag, de dag na de electie, hoe zegt u, waal, hoe zegt u dat? Naar de verkiezingen. Naar de vote, de US vote. Correct. Ja. Dus de verkiezingen, de dag na de verkiezingen. En daar zullen we misschien al weten wie de nieuwe president wordt in Amerika. Biden of Trump. Misschien weten we het ook nog niet op deze dag. Misschien kan het wel een beetje langer duren. En ja. tegenstand worden van de gerichten van de Supreme Court. Of we hebben nog geen idee. Ja, ja. Maar ik denk het is heel interessant op de dag daarna iets te leren over Heikkien Assching-grafieken. Interessante tools voor trendvolgers misschien. Bestaat van deze dag aan een nieuwe trend. Misschien weten we het niet. We zullen zien op 4 november, 4 uur namiddags, 6e tijd als vandaag, mocht u nu al inschrijven op onze website. En, ja, Peter, hartelijk bedankt voor vandaag. Dank u wel. In 2 weken dan. Ja?
Oké, Tot ziens tot ziens allemaal. allemaal. Dag, dag. Dag.